Zo, de oven moet worden voorverwarmd. Pardon. Worden voorverwarmd, zeg ik, op 160 graden. Ja, dat zou wel kunnen. 160 graden. Tenminste, dat staat op de gebruiksaanwijzing en daar ga ik me keurig netjes aan houden. Want 160 als die erop zit. Ja, hij zit erop. Oké. Okay. Wat gaan we doen? Een vergelijkend warenonderzoek was ik van plan. Dat loopt een beetje anders. Vergelijkend warenonderzoek. Ik kwam bij de Aldi, toch mijn vaste uitgangswinkel qua vergelijkend warenonderzoek. Wraps. Niet wraps, maar wraps. Wraps niet in de zin van wraps gemaakt door rappers, maar wraps gemaakt om te eten. Wraps met een W. W-R-A-P. Ik dacht, nou dan heb ik wraps van de Aldi en die ga ik fijn vergelijken met wraps van bijvoorbeeld de Albert Heijn. Of de Coop of net dat wat. Hè. Dus ik naar de Albert Heijn. Ze hadden geen wraps. Geen voorverpakte kant-en-klare wraps. Die ze wel hebben bij de Aldi. Nou, dat was dan jammer. Ik heb overal gekeken. Gewoon bij de koelverse maaltijden, ook in het diepvries gedeelte. Alles niet. Nou, toen kwam ik op de terugweg kwam ik langs de Coop. Ik dacht, dan ga ik bij de Coop kijken. Had ze ook niet. Maar gelukkig. Ja, ik wil toch wat te vergelijken hebben. Ik had ten eerste zelfs de Toscaanse wrap van de Aldi. En die had ik in eerste instantie gekocht. Ik dacht, dan zoek ik er altijd een Toscaanse wraps bij. Maar niet gevonden dus. Maar ze hadden ook bij de Aldi hier de, wat is het? Shawarma wrap. Shawarma wrap. Nou, dan probeer ik die van allebei één. En dan moeten wij wat bij eten, want dat mag bij wraps. Je kan er van alles bij eten. Rijst, sla. Nou, ik doe sla. 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 Waar? Ik had. Daar. Sla. Sla. Met tomaat. Zo, klassiek gebeuren. Verder op niks. Niks. Ik kom maar wat op. Ik doe gewoon sla en tomaat. In kleintjes. En ongewets. Slasaus. Ja, ik ben nog van de slasaus generatie. Dan mag dat. Dan kan ik best wel hebben. Of dat dan gezond is, dat zal wel weer niet. Maar... in ieder geval er is een sla bij en tomaten en dat is dan weer wel gezond. Rucola is dit. Rucola sla. En dan zag ik iets achterop staan. Wist je dat rucola geen echte slasoort is, maar een koolsoort? Wist je dat? Ik wist het niet. Ja, misschien wel, maar ik was dan weer begrepen. Dus. Nou, weten we dat, hè? Even kijken, glutenvrij. Nou, is dat niet vrij? Melkvrij. Melk, dat drink ik ook een glaasje melk mee. De sla is melkvrij, ik wil er aan mijn melk komen. Nou, dan ga ik even de twaartjes mee. Tot dadelijk verder. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeven groente en fruit en ook tomaatjes tegenwoordig niet meer gewassen te worden als je ze koopt in de winkel. Dat hoeft helemaal niet, want die zijn al schoon. Het zou kunnen, zeggen dan mensen die beweren dat het toch beter is om het wel te wassen, dat er namelijk toch pesticiden in zitten. Nou, voordat je last krijgt van die pesticiden, moet je toch wel minstens 100 kilo tomaat per dag eten. Dus daar krijg je voorlopig weinig last van. Ja, die sla ook. Ik ga die niet wassen, die komt zo uit het plastic zakje. Dat doen we als volgt. Dat ding er weer uit. Zet er even provisorisch iets in weer. Dan hebben we hier wrap nummer 1. Zo, ja, dat kun je verwachten, hè. Dan hebben we hier wrap nummer 2. Ze zijn een beetje modderig, zeg ik. Een beetje zo. Een beetje niet erg stevig. Ze voelen ook een beetje plakkerig aan. Hè? Ja. Dan houdt hij er weer mee op. Je moet snel zijn tegenwoordig. Snel zelfs. Alles is snel. Een oven slaat snel af. Pff.
voer. Voer wat in. Voer komt tijd in. Dat is goed, dat is de temperatuur nog wel goed. 12 minuten. 1, 2. We komen exact aan de voorschriften. Want het is een test, het is een review. Dan moeten we het ook exact doen zoals het op de gebruiksaanwijzing staat. En dan zien we zelf of het klopt of niet. Goed, straks verder. Zo. Nou, dat is die wat? Andere t-shirt, ja. Ja, dat heb je goed gezien, ja. Nou, dat is, wat? Geschoren, ook geschoren, ja. Ja, ja. Nou, het, hier. Nee, niet in 12 minuten, man. Dat kan niet, ik heb ook nog gedoucht. 12 minuten en 24 uur. Dat is het tijdsverschil tussen de vorige scène en deze. Want, ja, dat, ik heb het gisteren dus al opgenomen, maar dat ging een beetje mis. Want ik was halverwege de. Dan moet ik het niet weer door elkaar. Ik was halverwege de. Toscaanse rap, althans, dat dacht ik. Ik dacht, wat smaakt die pittig en wat is. Moet er toch alleen maar groente in zitten, volgens mij, stukjes vlees. En de, nou goed, die Toscaanse bleek dus de. Shawarma rap te zijn en omgekeerd. Nou, kijk, dat maar eens halverwege je review recht gepraat, dat lukt dus niet. Het is wel heel wat. Ik bedoel, maar daar kun je dus zien dat ik een echte reviewer ben. Dat ik het verdomme door heb waar ik het over heb. Dat ik niet zomaar wat uit mijn nek zit te lullen. Of dat ik gesponsord word, zoals zoveel food vloggers, bloggers tegenwoordig. Maar dat is toch heerlijk, uitmuntend, prachtig, fantastisch. Nee, ik ben echt 100% eerlijk. Maar nou ga ik het goed doen. Dit is de Toscaanse, en dat had ik gisteren dus mis. Dit is de Toscaanse, en dat ik. Ja, want er zit kaas op. Dat was mijn. Kaas, Italiaans, Toscaans, Italiaans, Toscaans rap, Italiaans. Dus dit is hem dan. En, dan heb ik hem gisteren dus al gehad. Ha. En ik moet zeggen, om maar meteen met de deur in huis te vallen, hij is niet verkeerd. Ah. Oh. En wel. Nou, moment hoor. Ja, toch vooral de zekerheid maar even proeven, want. Of ik het nou wel goed heb, dan is dit de shawarma wrap. Ja, dat heb ik goed. Hij ruikt pittig. De pepers, ja. Ja. Poeh, gelukkig maar. En dan ben ik de melk. En sla. En een servetje. Want. Ik heb hem eruit nu. Dat staat niet zo fraai op de camera. Goed. Zoals ik al zeg, ik heb ze gisteren dus al op. En nu dus weer, wat ook al aangeeft dat het niet zo vreselijk goor is. Dat ik het er maar bij heb laten zitten. Dat ik deze niet meer lust en dat ik ze heb weggegooid. Hè. Nee hoor. Ik mag het graag nog een keer doen, want ze zijn niet verkeerd. De Toscaanse. Ik heb scans gemaakt. Die komen aan het einde van de video. Dan kun je zien wat erin zit. Ik kan alvast wat voorlezen. De Toscaanse groente. Dus die is vegetarisch. Courgette, paprika, ui, wortel en tomaat. Sorry, ik moet even inbreken, want dit gaat mis. Dit is nou na afloop van de review van de test, zeg maar. Ik was klaar. Dit is trouwens al de tweede keer dat ik klaar was. Ik heb deze video al opgenomen. Dacht ik, maar ik had vast vergeten op het recordknopje te drukken. Dus dit is nou de tweede keer dat ik uitleg dat misgaat. En straks gaat het weer mis, maar dat weet hij op dit moment nog niet. Met de camera. Hij is namelijk niet vegetarisch. Ik zeg groente, dat er alleen maar groente in zit. Dus vegetarisch, maar dat is niet zo. Ik dacht al, ik kwam een raar rubberachtig stukje iets tegen. Ik dacht courgette, wat een rare courgette, maar het staat er verdorie bij. Kip, er zit gegaarde kip in, dus hij is niet vegetarisch. Dus ga nou niet, als je vegetariër bent, van eindelijk een vegetarische wrap bij de Aldi of waar dan ook, want hij is niet vegetarisch, er zit kip in. Sorry, we gaan weer verder. Want, man, dat zit erin. Want er zit nog veel meer in. Want, die wrap, ja, die zit er dan omheen, maar er zitten ook ingrediënten in, dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Momentje hoor. Dat is lekker. Het pittige, het gematigd pittige van de. Van de shawarma wrap, ik kan het niet opnemen. Plus de frisheid van
De rucola met een nootsmaakje en de lekkerte van staafsaus en tomaat. Ja. Verder zit er weer van alles in wat wij er thuis niet zo snel in zouden doen als we zelf een wrap zouden maken. De Turkaanse, ja. Zoals er zijn, waarom zou je er palmolie en raapolie in doen en stabilisator en dextrose en emulgatoren en rijstmiddelen en voedingszuren en kleurstof en gemodificeerd maïszetmeel en suikerstroop en voedingsvezel, als het goed is, zit dat er zelf van zichzelf allemaal in die hoeden. Maltodextrine, ik dacht het niet, natuurlijk aroma kleurstoffen. Sojaolie, maar misschien conserveermiddelen, nee, allemaal niet nodig. Voedingszuur, verdikkingsmiddel. En daar zit dus allemaal in die Toscaanse. Dus is op zich ook wel te begrijpen. Ik bedoel, dat ligt in de koeling, kan er zomaar een week liggen. Volgens mij was dit houdbaar tot de 30e. Eergisteren gekocht, en vandaag is de 27e, dus ja. Als je zoiets thuis een aantal weken in de koeling was, dan zou ik het niet meer eten. Maar dit dus wel. Ha. Ik zal me zo open snijden dat jullie kunnen zien wat erin zit. Medische les. Kijk. Pakken wij de andere camera voor. Deze. Die zichzelf iets te snel uitschakelt. Maar dan kunnen we het even van dichtbij analyseren. Nou, zo ziet een wrap er dus van binnen uit. Dat betaal ik nog even in herhaling voor de shawarma. Nou, ik vouw hem weer dicht, anders koelt hij af. Trouwens, ik had hem gisteren inderdaad volgens de gebruikersbeweging bereid. 12 minuten in de hete lucht op 160 graden. Was hij niet helemaal warm? Was hij niet helemaal warm? Ik weet niet wat dat is met die hete luchtovens, maar meestal zeggen ze ja, de temperatuur kan lager en die kan er korter in. Maar bij mij is het net alsof hij moet er langer in en dan bij voorkeur ook nog op een hogere temperatuur. Anders lukt het niet zo goed als in een gewone warme, hete elektrische oven of gasoven. Dus ja. Die groente is niet tot snot gekookt van tevoren ofzo. Je proeft nog iets van terug van wat het oorspronkelijk geweest is. Ja, beetkaar is het niet, maar het zijn geen snotjes wat erin zit. Je moet er nog een beetje op bijten. En ja, er zit een of ander sausje bij. En zoals gebruikelijk overheerst dat, en dan smaakt de rest ook allemaal naar. Beetje, dat heb je toch snel met dit soort spullen, dat het een beetje naar pizza smaakt. Pizza saus, pizza. Ja, pizza met tomatenpuree, dat soort pizza saus. Maar, daar heb ik persoonlijk geen hekel aan pizza saus. Dus ik vind het prima te doen. Trouwens, wrap. Wrap is eigenlijk een opgevouwen tortilla. En een tortilla is dan een platte pannenkoek. Die ken je wel, dunne platte pannenkoek van gewone bloem, van witmeel. Kan ook van maismeel zijn. Ligt eraan welke traditie dat die volgt. De maismeel. Tortillas komen uit Zuid-Mexico. Want tortillas zijn oorspronkelijk Mexicaans. En de gewone bloem, het witte meel, dat wordt meer gebruikt in Noord-Mexico. Ja, dan heb je nog verschillende. Dit is dan een wrap, maar je hebt ook een burrito en je hebt nog een taco. En in principe zijn die ook gemaakt van tortillas. En het enige verschil is dan de manier waarop ze gevouwen zijn. Als ze dit als een burrito hadden verkocht, dan had het ook geklopt. Maar als een taco eigenlijk niet. Wel, een taco is aan de ene kant open. Meer een open envelopje, zeg maar.
Deze zijn niet hard. Als je langer had staan, laten staan in de oven, waren ze wel hard geworden. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Een wrap en een tortilla en een burrito, dat hoeft helemaal niet hard. Sterker nog, bij voorkeur niet. Gewoon een beetje zacht. Dus. En dan is dit de shawarma. Ja. Shawarma met een beetje heet sausje. Nou, heet. Naar Hollandse begrippen. Nee, zelfs niet naar Hollandse begrippen is het heet te noemen. Beetje gematigd. Groente, paprika, ei. Ja. Tarwebloem, dat is dat deeg wat eromheen zit. Die tortilla. En dan gaan we weer. Dus we hebben de E-nummertjes als in die Toscaanse. Varkensvlees, dat is dan die shawarma, gebrande suiker. Ja, moet ik het allemaal opnoemen. We hebben aardappel, ei, antioxidant, natuurlijke knoflook, ei, kleur, verdikken. Smaakversterker, ja, de E621, daar gaan we weer. De monosodium glutamaat, de V-zin. Nou. Maar goed, je koopt sowieso ook niet ik zal me vanavond eens even lekker verwennen. Het enige verwennerij die hier aan vastzit is dat je zelf niks hoeft te maken. Dat je alleen maar in een oven hoeft te schuiven. En na 12 minuten, vandaag in mijn geval 14 minuten heb ik hem erin laten staan, is het klaar. Als je moe bent of in de stress zit of weet ik veel wat, of je moet snel nog ergens naartoe straks en geen zin of überhaupt geen zin om te koken, dan is dit voor 2 euro, in zo'n bakje met 2 webs, is te doen. Kijk, als je daar nog sla hebt, dan is het helemaal, want dan is het toch een redelijk volwaardige maaltijd. Per stuk zijn ze 150 gram. Trouwens ook grappig. Als je gaat zoeken op Google. Recepten voor Toscaanse wrap. Ben je daar niet te vinden. Het eerste wat je tegenkomt zijn de kant-en-klare Toscaanse wraps. Dus de Toscaanse wrap is prevaleert voornamelijk in de voedingsindustrie. De kant-en-klare exemplaren. Dus die worden massaal gemaakt ergens in een of andere wrapfabriek en dat gaat dan naar de supermarkten toe. Maar dan niet naar de Coop en de Albert Heijn, want die had ze niet, nee. Misschien dat de Jumbo ze heeft ofzo, ik zou het niet weten. Nou, voordat ik die Toscaanse, die shawarma wrap op heb, ook maar even ontleden, dat jullie weten wat erin zit. We gaan een beetje eruit gedrukt en stoppen we weer terug. Hij is weer uit. Opnemen. Kijk. Ja, wat is dit? Ik kan het zelf niet goed zien. Ik zit hier door dat. Ik zie daar iets roods. Bruins. En daar iets groens. En dat groens zal dan wel groene paprika kunnen zijn, denk ik. Ja. Of rode paprika, dat rode. En voor de rest ei. En dat was het dan. En shawarma. Shawarma. Met specerijen zitten erin. En olie, zonnebloemolie, raapolie, natuurazijn, maïszetmeel. Daar gaan we weer. Verdikkingsmiddelen, antioxidanten enzovoort. Nou goed. Kijk, dit koop je ook niet vanwege. Deze zijn niet verantwoord gekweekt, zeg maar, deze wraps. Zijn geen vrije uitloop wraps. Dit is allemaal puur industrieel productie. En zoals altijd moet zo'n producent rekening houden met de smaak. Kennis, de smaakervaring van de gemiddelde Nederlander. En die kenniservaring is meestal niet zo hoog. Ik krijg al snel de grootste gemene deler.
Dus dan smaakt het overal een beetje naar, maar niet specifiek naar echt iets. En dat je er echt dingen uit kunt halen van, zo, dit is typisch, nee, het zit er allemaal niet in. Dit is, het is een onnozele hap tussendoor, dat is het. Maar, nou, met die sla kun je er nog wat van maken. Nee, hield te veel mee op, maar ja goed, ik was toch al met de afsluiting bezig. Wat zei ik? Voor herhaling vatbaar? Nee. Het is geen hoogtepunt in de culinaire historie van Max Voedsel. Het is geen goed bewaard geheim van, nou jongens, wat ik nou heb gehaald bij de Aldi. Het is niet te geloven, maar die wraps, man, dat is gewoon gigantisch. Dat moet je proberen. Dat hebben ze zelf niet door, dat is zoiets fantastisch. Het blijft onder ons, hè, niet verder vertellen. Nee, zo erg is het niet. Het is wel gemak voedsel, wat ik zeg. Als je geen zin hebt om tijd om te koken of het zal jou wel aan je geest roesten wat je die dag naar binnen werkt, om wat voor reden dan ook, nou, dan is dit te doen. Weer zo anders dan een rappe pizza of worstenbroodjes of noem een blik tomatensoep of noem maar op. Alternatief. Maar een hoogtepunt? Nee. Maar dat hoeft ook niet. Waar het voor bedoeld is, is goed zat, zeker gezien de prijs. Dus ik kan er niet op tegen zijn, kan ook niet echt voor zijn. Maar ik kan er niet op tegen zijn, dus ik laat het verder aan jullie over. Beslis zelf maar van of jullie het een keertje willen aanschaffen of niet. Ik kan jullie niet tegen in elk geval. Hey, bedankt en tot de volgende keer. Houdoe.